Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1 My Team Career Mode. We zijn aangekomen bij seizoen 3, race 3. We hebben de afgelopen race hadden we een DNF, helaas. Albon eindigde op de 20e plaats, dus we zijn nog steeds op zoek naar de eerste punten. We hebben trouwens, vergeet ik bijna, is een sprinterweekend natuurlijk. Want inhoudt dat we maar twee trainingen hebben voor de sprintrace en daarna de normale race. En dan gaan we kijken of we de eerste punt van het seizoen kunnen pakken in één van deze twee. We beginnen met de training, die we natuurlijk snel gaan doen. Hopelijk dat ik geen mislukkingen krijg, want die kan je nu niet leiden. Deze gaat sowieso goed, dat weten we allemaal. Deze moet eigenlijk al goed gaan. Denk je. Want je mag geen mislukking hebben met deze. Ik denk ook dat ze net iets anders moeten coden deze. Dat het in de sprintrace weekend dat je net iets minder mislukkingen krijgt. Of net iets minder tijd nodig hebt voor die dingen. Deze kijk nog net erin. Ah, dit ziet ik bedoeld. Waarom weer mislukken? 70%. Ai. Nou, op naar de quali. Dat is lekker druk meteen wanneer je controle hebt over de auto. Hè? Volgens mij gaat de Alpine aan de kant, denk ik. Als hij niet aan de kant gaat, stop ik hem. Oké. Okay. Ik ga even ruimte maken. Oké, dat moet genoeg ruimte zijn. Voor, in ieder geval, achter me heb ik een Ferrari achter me gaan. Kijk wat die doet. Oh, die rijdt toch naar binnen. Oh, dat scheelt. Nou, stop. Oké, eerste kwalificatierun dus. Kijken of we hem beter kunnen kwalificeren. Oh mijn god, dat was wel heel erg vroeg ingestuurd. Ik word gewoon verblind door die zon van die race mijn. Voor mij tenminste. Een paar foutjes gaan nog wat beter dus. Sorry voor dat weer. Sector 2 is al klaar, naar sector 3 nu. En kijk wat de eerste ronde brengt. En dat brengt me naar een 14e plaats. Iets van 14e langzaam als Stroll. We kunnen nog één rondje doen trouwens, zie je dat te zien. Iets sneller in sector 1 geweest. Kijk, ik ben toch wel tijd terug al. En een half seconde sneller dan dat ik was in de vorige run. Halve seconde tijdwinst in de tweede run of tweede ronde van deze run brengt ons op dit moment naar een 16e plaats. Hoor. De kwalificatietijd is voorbij, we kunnen natuurlijk nog deze afmaken. Grote fout daar, vries wat tijd. We
voor het gemak wel gewoon door. Ik denk dat ze ook zagen dat ik wat tijd verloor in die bocht. Want ik was al 4,5 tiende voor en dat voor net een halve tiende daar. We gaan wel een flink stuk sneller als dat ik was. En dat levert ons plek 14 op. We zijn door naar de volgende quali. Toch nog. En dan nog een halve tiende extra gekund. Veertiende tijd, 1:15.99. Net onder die 1:16 dus. Teamgenoot Albon, 20ste met een 1:16.488. Wie moet er nou weer nu boren? Voortslepen om een snelle ronde te doen in de volgende lap. Als gas afhaalt. Een beetje in de buurt blijven. Misschien dan een goede slipstream kunnen trekken. Sorry voor het als je een boor op de achtergrond hoort. Uiteraard wanneer ik net dit ga opnemen gaat er iemand zitten boren naast me. In een huis hiernaast. Of... Dat zou je net zien. 1:16.9. Een seconde langzamer als je kan. We moeten dus een stuk sneller. We zijn al 2/10 sneller. We zijn al 15e snel inmiddels. Ook oh, geen gekke dingen doen, hè. Als je kan houden, dus blijkbaar. In ieder geval het een en ander taart gewonnen. Bijna 16 gewonnen, niet zo snel als ik had gehoopt. Dat levert ons een 16e tijd op. Zat er dik in, want was al langzamer als Q1 en daar was ik maar 14e. Dus daar haalt de quali voor ons op 16e plaats. Zonder de rare ding met penalties is dat onze start kwijt. En dan gaan we nu weer verder met de trainingen. Is geen veel in 70%. Oh. Gaan we doen, please. 50%. Yes! Alles gedaan. Toch nog in 2 trainingen. Alles voltooid. Oh, dat is nice. Met nog maar. Volgens mij was nu echt gewoon de tijd gewoon op. Let's go. 100% R&D-punten. 648. Ook Albon trouwens met 429 puntjes. Ook lekker bezig. 2000 R&D-punten nu die we binnen hebben. En een voordeel, dat zien we allemaal wel weer als we upgrades gaan doen. We hebben ook extra geld, want dan kan ik alvast die faciliteit doen. Daar wil ik ook eventjes naar kijken. De sprint van vandaag draait alles om snelheid. Er zijn maar weinig rondes, dus op strategie gaan ze het niet winnen. Wie heeft de vaardigheid om vandaag als eerste over de streep te gaan? Na een fantastische kwalificatie is het tijd om de startopstelling voor de sprint van vandaag te bekijken. Lando Norris start vanaf pole position en Max Verstappen stelt daarnaast op. Kijkend naar de rest van de grid hebben we Leclerc, Magnussen, Daniel Ricciardo en Russell, Ocon,
Hamilton, Sainz en Sebastian Vettel. Gasly, Bottas, Yuki Tsunoda en Oscar Piastri. Schwartzman, de engineer. Mick Schumacher en Guan Yu Zhou. Latifi, Albon, Fittipaldi en Lance Stroll vormt het slot van de grid. En nu is het tijd om het circuit op te gaan. Kijken of we deze strategie iets anders kunnen doen. Uiteraard ook nog wat fuel eruit halen. Dus veel stil natuurlijk. Strategie bewerken. Nou kan ik niet... Zo wel. Oké, okay. Op de softbanden. Kijken of we daar iets mee kunnen doen. De eerste warm-up lap uiteraard. Oké, we gaan ons klaarmaken voor de gridopstelling. Nee! Ah, ik was nog niet... Waarom stond die stil? Ik had nog een paar... Verdorie. Ik was nog niet klaar. Hij maakte al alsof ik klaar was. Stond dus... ging te langzaam blijkbaar. Oh, fantastische start van mij. Maar ik zit wel hier gevangen. Ik haat restarts! Wat? Wie? Wie, wat en waarom? Oh, wie is dat in die Williams? Je hebt zo... Hier, moet je kijken. Je hebt zoveel ruimte nog over. Kijk naar waar die voorste rijdt. Rijd daar ook. Nou, dat vind ik niet mijn fout, dus gewoon een fucking flashback. Oh, daar rijdt er eentje rechtdoor. Hey mate, je kan wel wat ruimte erover laten, hè? Kan je wie daar rechtdoor leed? Een McLaren zo te zien. Daarachter ging Schumacher en Latifi even naast elkaar. Hoppa. Twee auto's. Twee auto's via de buitenkant. Wat een dubbele move zeg. Mijn hemel. Goed gedaan. Ik ga wel de Alfa Romeo terug. We houden het via de buitenkant vol. Piastri was het. Oké, wat is dit? Was hij weer de Piastri daar bijna aan de zijkant? Oké, plek 13 nu. Are you good? Mate, are you good? Start was fijn. Ik ben van in één ronde ben ik van 16 naar 13 gegaan. Start was fijn, zegt hij dan. Oei, 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 Mark. Niet snel tevreden, hè? Hoe is de voertuig trouwens? We zijn nu nog dichterbij op Bottas. Oh, fantastisch. Laatste bocht gehad. Alleen de exit net een momentje gehad. Gele vlag. Oeh, daar is er eentje in de bocht. De laatste bocht gespinkt. Safety car. Oké. Safety car in. Geef me dan flashback, wat is gebeurd? Oi! Oi, oi, oi! Daar staat een McLaren stil, een Alfa Romeo. Dikke puinlup, en daar is de Martin knalt er nog op, lekker op achterop. Oei! Oké, nou, dit is een perfect beeld van waarom de safety car er is. Een paar lup in de laatste bocht.
Uiteraard gaan we geen pits op maken, want Schumacher en Latifi zijn er dichtbij om me. Not about no pitstops. Ik hoop niet dat die in automatische mode gaat nu. Het is 31%, we zijn precies op de helft. Dat betekent dus dat op het zwaarst gaat die richting 60%. Want we hebben nu ook nog een safety car. Dus dat maakt daar ook nog eens minder slijtage op. Stappen rijdt dus voor Leclerc, dus een Red Bull 1. Wat gebeurt er met Russell? Oh, Russell valt uit met een motorische probleem. Ik kijk ineens links in die score, in die standings. En ik zie ineens Russell helemaal naar beneden vallen. Ik denk, wat gebeurt daar? Maar Russell heeft een mechanical failure tijdens de safety car. Dus dat is weer een extra plekje voor mij. We staan dus nu 12e. Gratis plek. Vier laps met fuel over. En de safety car gaat naar binnen komen. Hoe kan trouwens Russell nog steeds voor Albon staan? Naar de bevestiging van de uitvalbeurt van Russell. Kijken of we goed kunnen profiteren. 36%. Hoi. Dan was ik al bijna te vroeg Bottas voorbij. Zelfs met een momentje had ik een beter exit als Bottas. Maar nu is... Hoi. Kijk, Tsunoda is helemaal naar links te halen. Ik ben daardoor af. Oh mijn god, Tsunoda. Ik zit naast je. Hoi, 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 Tsunoda. Er zit een coureur naast je. We zijn er voorbij, maar vraag niet hoe. En vraag niet met welke gevolgen dat heeft voor de auto. Ja, je moet wel agressief daar die neus weg voor duwen. Voor je het weet zit hij ertussen. Dan heb je grote problemen. Met deze AI-kenner. Verstappen wint de sprintrace en heeft pole position. Wij gaan over de finish komen voor een lofty ninth place. En ja, net geen punten in de sprintrace. Maar een goede uitgangspositie voor de main. De hoofdrace. Oké, we hebben de uitslag van de sprintrace. Verstappen dus voor Magnussen op de tweede plaats. Nee, Magnussen is dus Leclerc voorbij gekomen. De Alpine gaan echt wel goed. Vierde dus Hamilton, dan de Ricciardo, Ocon, Gasly en Sainz vlak voor mij de laatste punt pakt. En dan zien we dat... misschien is het wel beter te zien of er nog uitvals waren. Volgens mij alleen Russell en... Oh, wacht, nee. Stroll, Norris en Russell. Dus drie uitvallers. Uiteraard in die puinhoop, die twee en Russell... gedeen heeft toen, hoe heet het, in de safety car Albon op een ronde achterstand. Vandaar dat Russell er nog voor zat een tijdje. Dat was dus de reden. Welkom wederom op het Autodromo Internationale Enzo Edino Ferrari. De naam verluidt het al, dit is het thuiscircuit van Ferrari.
De locals zijn hier in grote getale om hun team te steunen tijdens dit prachtige race-spektakel. Tenminste, daar hopen we op. Over naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Een rondje Imola, tegen de klok in uiteraard. In tegenstelling tot de meeste Formule 1-circuits voert deze coureurs over bijna 5 kilometer. 19 bochten, 9 naar rechts en 10 naar links. Coureurs moeten precies zijn bij de haarspeldbocht, nummer 7, gezien de omhooglopende sectie daarna. Als je de bocht niet goed uitkomt, verlies je op dat stuk veel tijd. Goed, de race staat op het punt te beginnen. Dus dit is hoe de startgrid er vandaag uitziet. Max Verstappen heeft gisteren een fantastische ronde gereden en begint vanaf pole position. En het is Kevin Magnussen op P2. En als we doorgaan naar de rest van de grid hebben we Leclerc, Hamilton, Daniel Ricciardo en Ocon, Gasly, Sainz, de engineer en Sebastian Vettel, Tsunoda, Mick Schumacher, Nicolas Latifi en Schwartzman, Fittipaldi, Oscar Piastri, Guan Yu Zhou en Alexander Albon, Norris, Stroll, Bottas, zij hebben een grid penalty en George Russell eindigt onze line-up op de grid. Dat was het dan. Het is tijd voor de race, dus op naar de baan. Bas van Damme komt weer bij me zitten in het commentaarhokje. Bas, wat fantastisch dat je vandaag bij ons bent. Ik ben benieuwd als man met veel ervaring op de baan. En ik vraag me af, hoe voorkom je dat de zenuwen je te veel worden tijdens de startgrid? Dat laatste hoef je niet meer te horen. Het staat vanaf plek 9. Geen plekken kunnen winnen door grid penalties. Ga gewoon start op de mediums kijken, want soms komt de regen ook veel eerder. Mocht het te laat komen voor de 1 stoppen, dan gaan we daarna gewoon naar de softbanden om het tot de regen aan uit te houden. Kijken wanneer die regen komt en of dat in ons voordeel of in ons nadeel gaat zijn. Dat kan ook natuurlijk. En de laatste paar graadjes temperatuur in die achterband proberen te krijgen. Begint het redelijk op te lijken. 0,4. Oké, dat is beter als de vorige Grand Prix in ieder geval. Of was het in de sprintrace bedoel ik. I know. Oké, we gaan van start voor de hoofdrace op Imola. En de race is onderweg. En is echt onderweg. Flinke fout van mij, Tsunoda. Die snijdt al bijna mijn voorvleugel kapot. En we verliezen helaas 3 plekken met de race start. Geen fucking grip met deze banden weer. Latifi er voorbij laten gaan. Switchback. Hoi. Dat was even een mooie switchback met meerdere gevechten voor me. Hele vlaggen. En een Ferrari die gespinkt is. Dat was volgens mij Sainz die daar spinde. En we zijn nu op de 10e plaats in de punten voor het eerst. Oh, waar komt die 14e vandaan? Oh, dit is echt fucked. Weer update. Oké, dat wou ik net vragen. Iets over 10 minuten. Safety car! En daar is Ocon ineens aan de kant. Is hij ook uit de race trouwens? Of alleen aan de zijkant beland? Zo heb je bijna nooit safety cars. Zo heb je de 2-1 race weekend. Hier staat ook nog een auto stil trouwens.
Dat is nog steeds Albon, hè? Ja, dat is nog steeds Albon. Vandaar ook de safety car. Twee auto's die stil stonden. Ik denk dat Ocon niet uitgevallen is, alleen... En go! IRS aan! Kijk hoe snel die Alfa Tauri gaat, joh. Hoi, Ricardo gaat wijd. Grote fout daar van de Australië. Verdedig nu voor Tsunoda. Of probeert aan te vallen meteen, kan ook. Een grote fout daar voor de Australië in de McLaren. Oh, dat verpest wel eigenlijk de aanval die ik... Kijken of Ricardo snel Tsunoda voorbij gaat komen. En oftewel dat... voor nog meer gedoe gaat leiden. Norris is al naar de 7e plaats geklommen. Dat is snel. Dat is heel snel. Latifi 6e. Waar is Mick Schumacher gebleven? Dan heb je Ricardo al in aanval bij Norris. Of Norris bij Tsunoda. Vertraagd. Oei! Vertraagt Tsunoda flink in die bocht. Oh, wat een move! Kanten bewaard. Rustig voorbij de Tsunoda gegaan. En op dit moment vieren. Oké. Ricardo is binnen. Ricardo is binnen. We gaan aan de leiding. Op de Imola Grand Prix. Gaat ook nog eens naar de hardbanden. Terwijl de regen binnen 5 minuten is. Oh my god. Ze houden gewoon vast aan hun raceplan, hè. Maakt niet uit wat voor weer. Stappen eruit ook nog redelijk dicht achter op de Schumacher, dus daar gaan we ook nog wel last van krijgen, denk ik. Ziet er ineens heel goed uit voor Max. Als ze dat doorgeven aan Ricardo, die slamt die muren. Wat is aan de hand? Safety car! No fucking way! Nog een safety car. Oi, oi, oi. Deze race is niet normaal meer. Wat gaat Norris doen trouwens nu? Gaat hij alsnog naar binnen? Ja, inderdaad. Norris, Tsunoda en waarschijnlijk Schumacher ook. Ja, inderdaad. Oh my god. We gaan aan de leiding. Van deze Grand Prix, dat ging er al. Maar ik ben niet echt blij met deze safety car. Voor mij had het niet gehoeven. Oké, safety car gaat naar binnen komen. We zien de druppel. Het is aan het regenen in Imola. Het is officieel nu aan het regenen. Prima restart. Prima herstart gehad. Meteen een half seconde voorsprong op Max. Oké, we zijn binnen. Alsjeblieft, pit crew. No mistakes. No mistakes, please. Ik moet mijn taak natuurlijk ook doen. Yes, we zijn nog steeds aan leiding. We gaan nog steeds aan de leiding.
Beide Mercedes zijn niet naar binnen gekomen. Hallo, wat is hier? Heeft Mercedes hier een gigantisch trucje uit gehaald? Waar komen we ten opzichte van Hamilton de baan op? Hamilton, net achter me. Ik zou me niet verbazen als Russell uit de punten is. Verliest heel veel tijd nu. Hier nog een groot genoeg marge ten opzichte van Hamilton. Kijk, daar zijn wij al Russell voorbij. Oh, goede exit hier ook. Nog 10 rondjes te overleven. In de Imola GP. Een verrassing in Imola is aanstaande. Guan Yu Su trouwens op de vierde plek. Over verrassingen gesproken. Eén seconde is genoeg gebleven, gebleken. Iets wat IRS gebruikt hier al. Maar ik denk dat dit nog genoeg is om hier de voorsprong te houden. Hamilton is in de fout gegaan. Hamilton heeft een grote fout begaan en nu is het de Red Bull die achter me rijdt. Oh nee, ik had liever de Hamilton achter me gehad. Hamilton is waarschijnlijk recht doorgeschoten bij bocht. Het is het. Bocht 2. Ik denk dat die knik is waar je niet voor hoeft te hebben dat bocht 1 is. Hele vlag achter ons. Hoi, 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 wat is er gebeurd met Leclerc? Leclerc is rechtdoor geschoten. De Monegas maakt de fout. Is rechtdoor geschoten in de eerste bocht. Of de tweede bocht. Ik denk dat die kink in het derde stuk al een bocht is. En daar hebben we ineens Guan Yu Zhou op 4 seconden alleen achter ons. Grote fout van Leclerc die heel ver terug had kunnen zijn. En uit het niets is ineens Lando Norris de beste van de coureurs van de kampioenschapsleiders. Wat een podium zou dit zijn trouwens. Mezelf voor Zhou en Tsunoda. Zijn we alweer voor op de rechte stuk voor nog 2 rondjes op te tellen nu. En dan gaan we voor een zeer verrassende overwinning zorgen. Op een zeer verrassende podium. Tenzij nog een van die twee het gaat te bottelen. Kijk hoe het in de bocht 2 gaat. Verstappen die daar voorbij gaat aan Magnussen. Magnussen heeft een moment gehad dat ook Norris gaat er voorbij. Zou dan de volgende rijder zijn die daar een fout heeft gemaakt? Of was dit gewoon legit inhaalactie van Verstappen? En profiteert Norris van dat gevecht?
Laatste keer de chicane. Laatste keer deze rechte stuk. Oh, kan je hem niet echt rechts noemen. De laatste keer. Gaan we deze twee bochten nemen hier. En de laatste echte bocht. En dan gaan we op naar de finish. En dan pakken we de volledige 25 punten. Want de racewinst is binnen. Mercedes meeste trofee. Oké, geen idee wat dat zegt. Oi, oi, oi. Optimaal geprofiteerd van AI-strategie mistakes. Kanjensoe heeft het toch nog volgehaald in de Haas om de podium te halen. Wat een podium trouwens. Mijn team, tiende in de voertuigprestatie. Alfa Tauri op de tweede plek. En een Haas op de derde plek. Geen Red Bulls, geen McLaren's, geen Mercedes'en, geen Ferrari's. Imola Madness. Madness deze race. Oké, we hebben de uitslag van de race. Met Drive of the Day ben ik het niet helemaal eens dat Norris hem kreeg. Want hij heeft de snelste auto. Wint 14 plekken, dat is goed. Maar aan de andere kant heeft Guan Yu Zhou met zelfs nog een pitstop meer dan Norris ook 14 plekken gewonnen. In een veel minder snelle auto. Dus als aan mij is gevraagd zou worden, zou ik hem aan Guan Yu gegeven hebben. De Drive of the Day. Met die 3-stopper. En dan nog ook nog eens 14 plekken weten te winnen. Is dat echt wel een betere prestatie als Norris heeft gedaan. Norris heeft zelfs nog punten weggegooid door een fout te maken. Anders had hij misschien wel de race kunnen winnen. Maar goed, uitslag van de race. We zien dat ik dus zelf de 25 punten pak. We zien dat Tsunoda en Zhou de podium afmaken. Voor Verstappen, Norris, Magnussen, Sainz. Hamilton, Leclerc op de 9e plaats maakte ook nog gefaald in bocht 2. En Fittipaldi maakte de top 10 compleet met 1 punt voor de Alfa Romeo's. Ricciardo eindigt buiten de punten. Russell met de snelste 112e. Krijg je geen punten voor, moet je voor in de top 10 zijn. Dan zien we de DNF'ers. Albon, Gasly en Vettel met Bottas, Piastri, Schwarzman en Ocon ook nog eens op een ronde achterstand. Kijken naar de uitslag van de race weekend. Daar heb ik de meeste punten gepakt. Die ene 25 punten is genoeg om de meeste punten in de sprint weekend te pakken. Verstappen pakte 20. Tsunoda 18. Magnussen 15 met Zhou. Norris 10. Hamilton 9. Leclerc 8. Sainz 7. Ricciardo 4. Ocon 3. Gasly 2. En Fittipaldi 1 punt. 13 coureurs wisten in de punten te eindigen. Slechts 1, 2, 3, 4. 5 coureurs wisten in beide races de punten veroveren. Dat is ook opmerkelijk. En dan kijken we naar de stand in de kampioenschap. Zien we dat Verstappen nog steeds leiding heeft daarin. Met 60 punten. 9 puntjes voor Norris. Leclerc staat op de derde plaats. 16 punten achter voor Sainz en Hamilton die de top 5 afmaakt. Ikzelf sta nu door die winst
in één keer in de top 10 op de 7e plaats met 15 punten. Kijken naar de teamstanding, zien we dat Red Bull daar al een aardige voorsprong heeft. 41 punten voor McLaren. Voor Mercedes op de, derde plek. Vierde is Alpine voor Ferrari. En ook daarin hebben wij de 7e plek in handen. Williams en Aston Martin zijn de enige teams nog zonder punten. Ten opzichte van de strijd met de Saints. Dat natuurlijk geen strijd is, want ja, wat verwacht je van mij? Ten opzichte van de Ferrari. We zijn nu toevallig een keertje voorbij gekomen door de strategie en alles, maar anders is de Ferrari gewoon veel sneller. Albei team van 21 coureurs van albei 17. Albei de bonussen binnen, geeft ons 674k extra. Veel schade voor Albon, iets wat schade voor mij. Dus jammer genoeg heeft ons op dit moment een 9,23 miljoen totaal op de bank. Wat ons genoeg geld is om de faciliteit up te graden naar 3 voor de chassis. En dat is belangrijk, want dan kunnen we daar weer verder gaan met upgraden. Activiteit kunnen we gaan vullen. Geen podiumfeest. Oh, dat neemt wel heel erg veel in de slag. Nee, we doen het zo wel. We doen het veel precies. Ik kan het nog maar eentje doen. We gaan naar de faciliteiten kijken. Sashi, 8 miljoen. Is even een kostenplaatje. Maar die is en zal genomen moeten worden. Om de auto te kunnen verbeteren. Maar kijk bij de aandrijflijn of we daar iets kunnen doen nog. Zien we hier nog een upgrade klaarstaan. Ja, haast of niet, maar ik geef verschil uit voor. Kijk of we hier een grote kunnen doen. Onvoldoende punten, oh ja natuurlijk. Hier kunnen we er eentje doen. Een redelijke grote. We zijn inmiddels op de 9e en met deze upgrades gaan we ook de Haas voorbij. Dus eindelijk gaan we wat plekken winnen misschien. Kijken of er iets binnenkomt tussen nu en Miami. Ik zie daar een Halo staan. Yes, die is ook binnen. Top. Sashi is nog steeds in aanbouw. Dat betekent dat we op dit moment voor de Haas staan en 8e in de voertuigprestatie staan. Holy moly, de Alpine heeft de sprong gemaakt, zeg, vanaf Australië naar de Imola toe, zeg. Oi. Het is wel pijnlijk om te zien hoe groot het gat is tussen de top 4 auto's en de 5e auto, waar wij redelijk dichtbij staan. Dus, Oké. Maar goed, dit was de aflevering van vandaag. Zoals altijd, geef een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En volg ook de kanaal in de beschrijving hieronder. En volgens mij heb ik een trofee die ik binnen heb gekregen. Ik ga nog even kijken hoe die eruit ziet. Hoe kom je in de berichten? Hallo, ik wil de berichten zien. Oh, je mail. Sorry. Lees het ook niet, hè. Kijk, daar is de trofee voor de carrièrewinst op Imola. En daarbij ga ik het echt bij laten. Zoals altijd, zoals ik al net had gezegd. Doe dat. En tot de volgende keer. Later.